In Rotterdam-Feyenoord wordt vanaf maandag 20 april gewerkt aan de Olympiaweg. Deze is dan in één richting afgesloten, tussen de Kuip en de rotonde Buitendijk Smeedslandseweg. Het verkeer kan omrijden via de Stadionweg, het IJsselmondseplein en de Adriaan Volkerlaan. De werkzaamheden duren tot in augustus. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/olympiaweg.